Het Etosha National Park is met zijn 130.000 bezoekers per jaar de belangrijkste bezienswaardigheid van Namibië. De Etosha kleipan in het noorden beslaat bijna een vierde deel van de oppervlakte van het park. De Ovambo, de oorspronkelijke bewoners van dit gebied, noemden deze vlakte plaats van het droge water, omdat die soms jarenlang droog staat. De Etosha Pan loopt in zuidelijke richting enigszins schuin af. Daardoor komen er langs de rand enkele onderaardse bronnen door poreuze gesteentelagen aan de oppervlakte. Aan het eind van het voorjaar, de droogste tijd van het jaar, verzamelen veel dieren zich bij deze zogenoemde waterholes. Op het heetst van de dag verdringen de dieren zich op de weinige schaduwrijke plaatsen. Bij een van de waterholes lijken de dieren extra op hun hoede. Terecht, want even verderop ligt een leeuwenfamilie uit te buiken van een copieuze maaltijd bestaande uit hartebeesten.